moest minder hard werken. En hij zei dat ik vooral, want ik gaf wel heel veel assisten. Ja. Hij zei, ik moest dat vooral blijven doen. En hij had ook een opmerking gemaakt van, hij zegt, ik passeer jou nooit, never. Hij zegt, dus dat is niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken. Hij zegt, blijf je gewoon focussen op het team. Blijf gewoon al die passes ze me geven die je ziet. Hij zegt, dan gaan die goals vanzelf komen. Goed team Aruten, hè? Wie is nummer 8? Wie is nummer... Boutaar, hè? Boutaar, ja. Wat een fantastisch team. Ik kan me nog goed herinneren dat Henk Verstraeten altijd tegen ons zei van... dat was onze trainer toen. Die zei van, hij zegt van jullie worden maar 2 spelers profvoetballer. Ja. Hij zegt, de rest die redt het niet. Hij zegt, dus zorg dat je, ja, hij zegt, zorg dat je dus daarbij zit. Dus wij dachten allemaal van, ja, misschien heeft hij gelijk. En jezus, wel erg weinig, 2. Ja. Eindstand heeft... die opstelling van toen, die heb ik nog in mijn hoofd zitten. Dat was Cor Vakenvisser, was ja, dat? Die speelt betaald voetbal. Rechtsback Buijs, betaald voetbal. Ja. Sivert Sprokkel, Glenn Lovens, Melcy van Driel. Allemaal prof geworden. Ja. Boetaha, Zwerts, ik op 10. Even kijken, die Jason Oost in de spits. Oh, jeetje. Die heeft nog een jong Oranje gespeeld. Ja, is ook prof geworden. Ja. Linksbuiten Tijdeman. Die heeft het niet gehaald. Die heeft het wel nog... bij de amateurs is hij nog gaan voetballen. Ja. En de rechtsbuiten, was die rechtsbuiten? Weet jij dat misschien? Nee, ja. Nee, kom op, je bent een kenner. Nee, maar ja, dus daar had Henk dus geen gelijk in gekregen, gelukkig. Nee. Is dat schot? Is dat schot, die gaat zitten. Ja. Het is volkomen natuurlijk bij jou, hè, die linkervoet. Ja. Komt een raket vanaf. Hè? Ja, ik raak hem goed. Zo. Ja, dat is een hard schot. Die is echt hard. Ja. Ja, dat was toen eigenlijk een beetje het begin van mij in dat team. En van ons allemaal, want iedereen die begon toen echt heel goed te spelen. Ja. En toen werden we dus ook kampioen en dat was gewoon een fantastisch seizoen. Ja. Op Gran Canaria? Ja. Toen had je geen basisplaats? Nee, dit is al een stukje later. Hè. Dit is al uit mijn hoofd dik een jaar nadat ik was doorgebroken. Goeie assist, ja! Wie roept dat? Ja, dat was inderdaad een goede assist. Wie roept dat? Weet ik niet. Is toch, ik bedoel, jij schiet hem er nogal goed in. En dan zegt er op van de bank iemand, goede assist, Pierre. Ja, was ook een goede assist. Ik gewoon zielig klinken. Nee. Dit was niet je beste periode bij Feyenoord? Nee, ik was toen min of meer al een beetje afgeschreven. Maar er zit wel een mooi verhaal aan vast. Omdat vlak daarvoor leerde ik mijn vrouw kennen. Mijn toenmalige vriendin, nu vrouw. Bouchra. En... in die fase ervoor speelde ik eigenlijk alleen met mijn vrienden op het pleintje. En dat vond ik hartstikke leuk. En bij Feyenoord ging het gewoon niet goed. En toen leerde ik Boucher dus via een vriend kennen. En toen was ik verliefd. Ja. Was ik verliefd. En als je verliefd bent, misschien ken je het nog wel. Ja. Huh? Een tijdje geleden. Nee, ik werd zo goed. Jij werd zo goed. Ik ging zo goed spelen. Ja. Nee, dan heb je toch een bepaald gevoel in je lichaam van...
Ja, whatever. Ja. Je bent verliefd en je gaat lekker naar je zeg maar, meisje toe in de middag. En je moet trainen. En ja, wat ze allemaal zeggen, het maakt ook niet uit. Want je bent verliefd. Ja, je wil graag bij je vriendin zijn. En dat was in die fase ook zo. En daardoor viel er een bepaalde spanning van mijn lichaam. Ja, viel er gewoon af. En kon ik me gewoon lekker focussen op leuke dingen. En toen vond ik voetbal ook in één keer weer leuk en ja, hoe het eigenlijk hoort te zijn. Ik genoot er weer van, als het ware. Ja. Ja, ik voelde me gewoon weer happy en ja, door dat toernooi zeg maar, kwam ik weer een beetje soort van erbij. Hoorde ik er weer een beetje bij na dik een half jaar en niet echt bij te horen. Van Wonderen, Van Persie kaatst, heel goed. Van Wonderen, heeft nu ruimte. En zelfs een prachtige technische beweging van Persie. Van Persie, wordt dit hem? Hij heeft wel erg veel tijd nodig. Hij heeft veel tijd nodig. Ja. Zo leuk om die goals weer te zien. Die heb ik echt in tijden niet gezien. Ja. Grappig. Maar jij hebt wel eens gezegd in die tijd van... ik ben gewoon beter dan die anderen. Dat namen ze je niet in dank af. Ja, volgens mij... heb je ook als 18-jarige heb je niet echt een helder beeld van wat nou echt goed is. Want ik was toen ook niet echt goed. Nee, niet zoals je nu bent. Nee, denk ik niet. Het was alleen maar talent. Ja, het was alleen maar talent. En het was ook heel erg op mezelf gericht. Het was heel erg van ik kan dat en ik kan zus. Maar ik wist nog niet wat de wereld inhield. Ik wist niet wat er nou echt van een hele goede voetballer wordt verwacht. En ook van een team. En medespelers kijken ook naar jou. Medespelers verwachten ook dat je iets bijdraagt aan het hele zeg maar, teamproces. Ja, en zo zag ik dat niet. Ik was veel meer een individu in die tijd. En ik keek ook bijvoorbeeld naar voetbal op een manier zoals anderen niet keken. Ik keek van, wat kan jij met een bal? En hoeveel trucs kun jij? Of heb jij een goede aanname of niet? Ik dacht er wel over na, maar heel erg zeg maar... heel kort, als het ware. Puur op techniek. Puur op techniek en niet breed zoals het eigenlijk hoort. Want het is, het is een teamsport. En zo benaderde ik dat toen niet altijd. En daarom werd ik soms ook misschien een beetje nukkig. Omdat ik dacht van, ja, maar ik kan veel meer met een bal. En, dus nu, als ik daar nu zo op terugkijk... en als ik nu dus weet wat ik nu weet over voetbal... en over hoe ik nu voetbal beleef... dan was ik zelf niet goed genoeg. Nog. De Neuer, laatste minuut, eerste helft. Van Persie, schitterend aangenomen en schitterend afgemaakt. Ja. En zo is het in de extra tijd van de eerste helft uitgerekend. Sifu. Robin van Persie, die Feyenoord weer naast Ajax brengt. Goeie paas van Gerard. Ajax claimt dat Kiwu werd weggeduwd. Er is inderdaad sprake van licht contact, maar Kiwu ging al onder de bal door. Ja, dat is wel een heel mooi moment. Dat is mijn eerste goal in de arena. Mooie goal van Persie. En wat een belangrijke voor Feyenoord. Klein duwtje, schouderduwtje. Is het waar wat hij zegt dat hij al onder de bal aan het doorgaan was? Of had jij die duw echt nodig? Ik had hem wel nodig, die duw. Je had hem nodig, had hij hem wel gekopt. Jawel, dat denk ik wel. Ja, het was een slim duwtje. Ja. Vaak kom je er niet meer weg, maar gelukkig toen wel. We gaan naar een specialiteit van jou kijken. 12e minuut. Van Hooijdonkhoff, Van Persie. Het is de laatste. Die maakt een werkelijk wonderschoon doelpunt. Tjongejonge, er zijn er een aantal in vorm bij Feyenoord. En daar is deze Van Persie er absoluut één van. Afgelopen zondag tegen Ajax zat hij er bijna in. En ook die vrije trap was heel goed geplaatst. Maar hier verleent Van Hooijdonk voorrang aan Van Persie. En niet in onrechte. Een mooie bal. Feyenoord leidt met 1-0. Hij verleende jou niet altijd voorrang, hè, Van Hooijdonk? Nee. 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 Nou, hier gelukkig wel. Ja, hier wel. En dit was Moens, hè, geloof ik? Oscar Moens, ja. Ja, en die kon alleen maar kijken. Ja. Nou, het was echt een hele goede bal. Er zat een goed amount of effect aan. Dus dat was allemaal goed. En hij draait er lekker in. Je moet ook een beetje geluk hebben met die ballen. Want ze kunnen ook op de lat eruit vliegen. Of net over of net naast. Maar je moet eigenlijk, als je een vrije trap neemt, moet je een area pakken. Van een meter
in het doel en een meter daarnaast en erboven. Dus dan moet je daarop mikken. Je moet niet echt op een centimeter mikken. Nee, want dan schiet je hem altijd mis. Dus ja. Zo moet je het een beetje zien, denk ik. En ja, een beetje zeg maar, geluk bij nodig. Want, maar dat dwing je ook wel weer af. Hè? Als jij echt. Ik heb de afgelopen jaren heb ik niet heel veel kunnen scoren uit vrije trappen. Maar ik heb er wel een stuk of 6-7 op de paal of lat geschoten. En, ja, dat zijn eigenlijk ook gewoon goede vrije trappen. Dus dan kun je zelf uit de rebound kan een ander nog scoren, overigens. Dat is ook kan ook nog, ja. Maar, dus je moet wel een beetje geluk hebben. Maar ja, het is zeker wel een wapen voor me wat ik probeer te gebruiken. Ik geloof dat er nu een doelpunt komt dat jij als een van je mooiste bij Feyenoord beschouwt. Tegen Vitesse. Ja. Onnel. Pauwe is doorgeschoven. Van Persie, goede paas van Pauwe en een prachtige goal van Persie. Is echt beheerst, hè? Ja. Fantastische paas ook, moet ik zeggen. Ja, je wees al. Achter de verdediger, precies ertussenin. Paste precies. Ik kon ook niks anders doen hier, hè? Je kon hem niet aannemen? Nee, want hij was net te ver. Dus het enige wat ik kon doen is erin glijden. En buitenkant links gaat hij precies mooi erin. Nou, je ging in 2004 ging naar Arsenal, hè? Ja. Nou, dit is dan je eerste goal in de Premier League. Ja. Fabregas. Was ook nog eens de laatste minuut, hè? De laatste minuut. We stonden 2-1 achter. En we waren toen bezig met een fantastische record op te bouwen. Van wat eindstand de 49ers is geworden. 49 times unbeaten in de league. En toen zaten we volgens mij op een keertje of 6-37 uit mijn hoofd. En toen waren we aan het verliezen. Ja. En toen maakte ik die 2-2. Ja. Dus dat betekende heel veel. En daar heb ik nog een foto van thuis ook zitten. En dat Bergkamp. Want ik rende weg en ik schreeuwde het uit. Bergkamp die lag op me, Henry lag op me. Touré die kwam er nog even bij. Volgens mij Campbell en al die grote gasten. Vieira die pakte hem bij mijn shirt. En die foto betekent heel veel voor mij. Dat was echt een fantastisch moment. Echt een droom die uitkwam. Je had iets gedaan voor het team ook. Ik had ze geholpen. Ik had de grote jongens tegen wie ik opkeek. En die had ik geholpen om die... Die soort van record in stand te houden. En dat betekende heel veel voor mij toen. Nu krijgen we de halve finale FA Cup. In 2005. Weet je dat ik eerst dacht dat het een mazzeltje was dat je die bal meetikt? Maar dan zie je in de herhaling dat het wel bewust is. Ja, toen viel ik net in. Toen kwam ik erin in de 82e minuut. Stonden we volgens mij met 1-0 voor, maar het liep niet helemaal lekker. Hij paste ook precies, ja. In Cardiff. En dat was de 2-0. En volgens mij maak ik nog een tweede ook. Twee goals in de laatste 8 minuten. Ja. En dat was toen cruciaal. Daardoor gingen we naar de finale. En die finale wonnen we van Manchester. Ja. Spannend hoor, dit. Dat was mijn eerste officiële penalty. Heel spannend. Waarom mocht jij als invaller die penalty nemen? Ja, ik kwam erin vlak voor, volgens mij in de 85e minuut of zo kwam ik erin. En toen hadden we nog de verlenging. Het werd er niet meer gescoord. En toen zou Edu hem als derde nemen. Ja. En die had net getekend voor Valencia uit mijn hoofd. En toen zei hij van, ik neem hem wel. En toen ging hij even later naar de trainer toe. En zei van, trainer, ik wil hem niet nemen. Zei hij, zeg, want ik voel me niet lekker erbij. Het is mijn laatste schop voor de club. Ik wil het niet verpesten. Zei de trainer, oké, geen probleem. Wie wil hem nemen? En dan zei ik. En toen ik zei, dacht ik, Robin, wat doe je nu? Wat doe je? Toen keek ik om me heen en toen zag ik al die mensen zitten en dan dacht ik, oh shit.